De Federatie van Bonden bij Overheid Zorginstellingen, FBBO, wil dat haar leden ook in aanmerking komen voor de 4 maanden terugwerkende kracht, welke de regering heeft beloofd in december 2018 aan de ambtenaren uit te betalen. Ze heeft dat aangegeven in een brief van 5 december gericht aan de directeuren van de zorginstellingen. De FBBO zegt in een persbericht dat het de leden is opgevallen dat na de onderhandelingen tussen de CLO en de regering, waarbij er besluiten zijn genomen voor alle landsdienaren, de bonden nu gebundeld in de federatie apart moesten onderhandelen om de financiële belangen van hun leden veilig te stellen. Voorbeelden hiervan zijn de koopkrachtversterking die vanaf april 2017 aan de landsdienaren is uitbetaald en de zogenaamde 25% CLO-verhoging, waar het onduidelijk was als de ziekenhuizen het ook zouden moeten ontvangen. In beide gevallen moesten de bonden opnieuw onderhandelen over wanneer de zorginstellingen het zouden ontvangen. De FBBO heeft de ontwikkelingen rondom het betalen van de 4 maanden TWK gevolgd en haar leden zijn ook in de verwachting hiervan. De federatie is niet van plan achteraf te moeten onderhandelen en doet daarom via de directeuren een dringend beroep op de overheid, CQ, het ministerie van Financiën, om de middelen vrij te maken, zodat deze simultaan aan de overige overheidsinstanties wordt uitbetaald.